Welkom bij Gewest Friesland. Gewest Friesland, dat is een programma, sturen we sneuten jongens uit. En dat gaat over reportages die het van het gewest uit sturen. Die reportages zijn meestal tussen de 10 en de 15 minuten. Maar we sturen ook een die uit, die is langer. Want je kwam in 1973, Johan van der Zee, want door makers de meeste programma's, te lonen in het Prinsessenhof. En er waren concerthoden. Er waren onder andere een concerthoden. Ja. Dat was zelfs kreun. Voor de ronde dat het uitvierbaar. Oh, ja. Een compositie over de tegelzeel, ja. Had ik me goed in zin brengen, kind. Ja, ja. En die is direct uitvierd, die hebben we direct opgenomen. Ja, want die hebben alles opgenomen en dus komt er een hele lange reportage uit van hoe het Prinsessenhof er in die tijd uitzag. Ja, want we nog net zo lang daarvoor weer gerestaureerd, dus het weer een hele nieuwe Prinsessenhof. Ja, maar het is uw rijkdom, de cultuur van en zowel in muziek als in tegels, zeg maar zeggen. Ja. We zullen naar uit 1973 komt deze reportage van Gewest het Gewest over het Prinsessenhof. Toen wij deze drie tentoonstellingen voorbereiden, dames en heren, ik bedoel de tentoonstellingen Louis Gans, Zondagsschilder, Friese Zondagsschilders en Prent 190, stelde ik Louis Gans voor de totaliteit te noemen Louis Gans Festival. Louis Gans voelde daar niets voor. Hij vond het te opgeblazen en hij was het die bescheiden besloot dat het Louis Gans Zondagsschilder moest wezen. Louis Gans heeft mij gezegd: denk erom, het is kitsch wat ik maak. Ook mij zal dat een zorg wezen, maar het is niet waar. Kitsch wil altijd iets schijnen wat het niet is. En dat is misschien ook wel de charme van kitsch. Louis Gans echter heeft een adequate vorm gevonden voor een gevoel dat helemaal Louis Gans is. Een eenvoudig gevoel. Een geluksgevoel. Het zonnetje in huis. Nou, ten eerste is er dus een plaats waar je kunt kijken. Presentatie noemen we dat. En dat doen we hier in het museum. Gewoon om, zodat de mensen het goed kunnen zien. Zie je, daar staat het gewoon achter glas. En je kunt het aan alle kanten kun je het bekijken. En we krijgen hier voor het veel verzamelaars. En dan moet je het zo neerzetten dat ze de stukken goed kunnen vergelijken. Dat neerzetten, dat doet hier de directeur. Dan heb je een andere figuur. Die zorgt dat alles bewaard wordt. En het bewaren, dat noemen we conserveren. Dat doet de conservator. En het woord kennen jullie wel, want als je bijvoorbeeld een conserveblik hebt, wat doe je daarin? Eten. Ja, en waarom doe je dat in een conserveblik? Met conserveren. Ja, om te bewaren. Dus zo kun je dat woord onthouden. En dan nog het laatste, dat hoorde ik jou geloof ik zeggen, je kunt ook in een museum leren. Yes. Of zei jij? En dat is eigenlijk mijn functie, dat ik dus iedereen dingen in het museum moet leren. Ja? Dit is dus allemaal Chinees wat u hier ziet, behalve dit blauw met witte, dat is Japans. Dat schattig tegen. Ja, dat is erg leuk. En ja. Deze theepotjes, dat zijn dus imitaties van de Wokero-periode, dus eind 16e, begin 17e eeuw. En dat komt uit Rood-China. Het is uit China. Oh, dat... Ja, wat hier ook gemaakt in Nederland wordt het dus. Ja, maar dit aangemaakt. Wat je hier hebt, komt uit Rood-China. Nee, dat zijn, we hebben hier in Nederland gekocht. Allemaal. Maar die eend komt uit China. Deze eend is Chinees. Ja. Ik wil die eend er wel van hebben. En die twee potjes. Ja, goed. Kan dat nu? Ja, dat kan ik nou wel even doen. Ja.
Ja. Dit noemen we het vaasje van oma. Het vaasje van de oma van Nanna Ottema, een Leeuwarder notaris, zo eind vorige eeuw al, die ons museum in 1907 heeft gesticht. Toen Ottema 18 was, mocht hij iets uitkiezen uit het porseleinkastje van zijn grootmoeder. En dat werd dit vaasje. En daar zag hij een heleboel in. Hij dacht dat het heel oud en heel kostbaar was. Hij wist er ook nog niks van eigenlijk, maar hij vond het mooi. En, dit is eigenlijk het begin geweest van zijn verzamelwerkzaamheid als keramisch verzamelaar. Een onbelangrijk dingetje, maar belangrijk omdat het het eerste stuk van onze collecties is. Die Ottema die ging dus door met Chinese ceramiek verzamelen. En het werd een wereldberoemde collectie en die zit nog hier. Die kunt u hier zien, hier achter mijn rug, in het museum. Alles wat hier staat is keramiek. Kun jij dat op het bord schrijven? Ja, probeer maar eens. Keramiek. Is dit goed? Nee. Hoe moet het dan? Met een E, ja. En dan, nou, dit kan met een C, maar dan zeg je ceramiek. Als je met een K schrijft, dan zeg je keramiek. En het is wel belangrijk dit woord, want je bent daar op een museum met keramiek. En keramiek, dat is alles wat van klei is gemaakt en wat daarna in een oven is gebakken. En dan kan het een aardewerk worden. Dat zal ik eens even pakken. Ik moet de hele tijd door hoor. Kijk, dit is aardewerk. Pak me aan, moet je doorgeven. Of steengoed. Ja, maar nou hebben we het over het materiaal. Ik dacht, deze kan ik even doen. Of porselein. Het is allemaal van klei gemaakt. Deze potjes vormen in de geschiedenis van het porselein een bijzonder belangrijk keerpunt. Hier wordt namelijk de onderglazuurbeschildering uitgevonden. U ziet, dit is nog niet gedecoreerd. Dit is wel gedecoreerd. En wel met een kobaltblauw onder het doorzichtige glazuur. En in deze kleine potjes werden de eerste experimenten op dit gebied ondernomen. Men probeert het in blauw, men probeert het ook in rood. Kijk, dit is rood ontstaan uit ijzeroxide. En dit is kobaltoxide. En dat rood dat lukte minder goed. En toen ging men met blauw verder en vergat eigenlijk het rood tot de 18e eeuw. Toen kwam het weer terug. En hier begint dus, dat dus speelt zich af omstreeks 1300. En daarna komt die enorme stroom, blauw en wit, die nog altijd doorgaat. En die er altijd door zal blijven gaan. Nou,
Ja. Als je nou hier kijkt naar deze potten, zie je dat die stukjes die ze daar nog open hebben gehouden, dat ze die hebben ingevuld. Want hier hebben ze wel goud en rood gebruikt. Ja, dat is echt goud. Dan zal ik je een prentje laten zien van die hele pot. Kijk. Dit is die hele pot die in Amerika staat. Hier is het schuifje. Ja, en wij hebben er zo'n heel klein schuifje van. Ja, zoiets. Ja. Kom maar, ik loop maar een beetje rond. Zo doen. Nou, het is een pot uit de 13e eeuw. En die is gemaakt naar aanleiding van bronzen vazen die ook in die tijd werden gemaakt. En nou, je ziet wel dat sommige boeken die zijn even mooi als het porselein zelf. Hè? Moet je kijken hoe ze dat gedrukt hebben. Deze kast staat hier natuurlijk niet voor niets. Ik bedoel, hij staat er niet alleen maar omdat hij mooi is of gek is of interessant is. Nee, hij staat hier natuurlijk omdat het een keramische kast is. Hij is gedecoreerd hier en daar met porselein. Houten kast, versierd met lapis lazuli. En porseleinen plakjes en dan weer daaronder ivoor. Het is een typische 19e-eeuwse kast. Hij is van omstreeks 1850 in Berlijn gemaakt. En hij staat hier in een orde van andere 19e-eeuwse dingen. En daarop volgt daar de Nederlandse Jugendstil, de nieuwe kunst. Die nu juist een reactie was op al dat gemier met vroege stijlen. Al die imitaties, dat stond ze tegen, ze wou iets nieuws. En dat maakten ze dan ook. Maar in die orde is dit een geweldig belangrijk stuk, waarin je er ook heel weinig ziet. Het is een unicum, hij is gemaakt destijds voor het Hof, voor waarschijnlijk Willem III. We zijn erg blij met die kast. Hoewel sommige mensen vinden het een ellende ding. Maar goed, het is gewoon een interessante kast. Daarom moet hij staan. De borden op wat los zand, zodat het niet aan de overplaat kan vastbakken. Ja, 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 ja. Ik zal nog een andere scherf pakken, waar het nog duidelijk is. Zullen we die op tafel? Zet me even. Hier hebt u, dit is een kapot bord, hoor. Maar hier voelt u ook weer de onderkant, voelt u nou heel duidelijk een stukje zand, hè? Ja, zand, ja. Dus net krijg je het idee dat het rug afgewerkt is. Ja. Zo kan we het beoordelen, ja. Ja, hier zit weinig klank in omdat het gebroken is, hè? Nou, dat valt me toch wel genoeg mee, hoor. Ja. Ja. Oh ja, wat is dat gevallen? Ja, dit is gevallen. Oh, en toen hebben we het hier maar neergezet. Ja, ja, ja. Dat je ook goed de scherf van binnen kunt bekijken. Ja, zeker, ja. Ja, die dikte en die kun je goed voelen. Ja, zeker, ja. Dat is altijd wel minstens een centimeter dik. Ja. Een centimeter ongeveer, dacht ik. Nou, hier hebt u ook een heel fijn voorbeeld van draaien. Voelt u heel goed die draairibbels in deze kruik? Oh ja, hier. Ja. Je bedoelt dit. Ja. Ja, zeer zeker. Ja. Ja. Ja, dat kun je goed zien zo, hè? Ja, dat kan ik wel goed kijken. Ja, kijk eens. Dat is een mooie. Dat is een mooie. Ik moet u even om te zien.
Haal hem maar uit en dan zet je het even hiernaast op de grond. Zet je het even op de grond. Het is mooi geworden, hè? Heet? Nee, het is nou afgekoeld. Daarna pak je die triangeltjes die in de shampootjes zitten. Ja. En dan zet je dan de potjes op. Hè? Net zoals je dat ook binnen op de elektrische oven doet. Is dit een echte oven? Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben echt leuk. Het is best leuk. Wat dacht jij dan? Hey, Aas, het valt al binnen naar de toon. Deze stukjes zijn hier gemaakt, dat wil zeggen in de tuin van het Prinsessenhof tijdens 3 studiedagen die we onlangs hebben gehouden voor de leerlingen van de Rietveld Academie en de Academie Minerve in Groningen. Ze zijn gemaakt volgens een oude Japanse methode, raku genaamd, waarbij het stukje, het al voorgebakken stukje, geglazuurd de oven ingaat en daarna 10 à 12 minuten uitkomt en dan onmiddellijk gedompeld wordt in zaagsel. Daardoor ontstaat een reductie-effect aan deze donkere glazuren. Dit is een stukje, dat is op dezelfde manier gebakken, maar dat is niet in het zaagsel gegaan en onmiddellijk in water gedompeld. Je ziet dus een totaal ander effect. Maar dit is dus niet, hier heeft het reductie-effect niet plaatsgevonden. En het wordt nog steeds gemaakt. En het is een geliefd grapje tegenwoordig voor de jeugd. Nee, staat er niet in. Nee, staat er niet in. Maar het is toch een leuk tafereel. Eigenlijk, ja, het is een beetje boers, boers type tegel. Dus, ik zei al, die dunheid ook, die wijst op de 18e eeuw. Ja. En het grijs-blauw, dat ziet er nog wel erg Fries uit. Maar hier is even een veel mooiere tegel. Ik heb hier nog een andere tegel. Ja, het is dan jammer dat het een gekleurde tegel. Vervelende. Een beetje erg. Ja, karretje erom. Erg dik. Je moet het echt afhalen, vind je. Ja. Je kunt het niet zien, de dikte. En, dat dikte is belangrijk. Enigszins een aanwijzing voor de datering. Dit is een dikke en zware tegel. Die is meer dan 100 jaar ouder dan deze bijbeltegel. Ja. Dan moet dit een kwadraattegel. Nou, wou ik u nog vragen. Er zijn van die hinderlijke gaatjes vaak in de hoek. Wat staat dat voor? Daar hebben ze op gelegen. Daar hebben ze op gelegen in de oven. Oh. Huh? Maar zo'n tegel, heeft die nou nog wat waarde? Is dat waardevol? Nou, mevrouw, u zult er niet schatrijk van worden, maar een 17e eeuwse tegel is altijd een bedragje waard. 18e eeuw, het ligt helemaal in de kwaliteit natuurlijk. Ja.
En u wilt nu natuurlijk precies van mij weten hoeveel die waard is, maar ach, we zijn hier geen taxatiebureau. Hè? Maar op antiquiteiten moet je gewoon altijd zuinig zijn. Ja. Hè? En ik zeg, deze is dus wat meer waard dan die. Prachtige beelden van Jacob Slachter, onder andere zit hij nog te spelen. Ja, 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 die is letter naar het Concertgebouw. Ja, die is letter beroemd worden. Dat is, ja, mooi, hè, als je zei in, dat van het Prinsessenhof zo. Is dat er eigenlijk al je nog? Hebben ze mij wel. Ja, 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 ja. Nou, leuk, ja, ja. Ja, hartstikke mooi. Ja. In een reportage dus van gewest dat gewest, die wij zien in het programma Gewest Friesland. We zijn er takken weken weer mee.